Zo, daar is die weer. Vandaag doen we een kleine unboxing en first look van de Motorola Moto X 32 gig. Als het goed is het de Developers Edition. Dus hij is vandaag binnengekomen na lang wachten. En laten we hem maar even openmaken en dan gaan we even kijken wat er allemaal in zit. Eens even kijken. Netjes openmaken. Hij is dus vandaag geleverd uit Italië. En ik heb er echt met smart op zitten wachten. Het duurde heel erg lang. Eens even kijken. Hop. Gelukkig is hij netjes verpakt. Hoppa. Nog een doos. Deze openmaken. Kijken hierop. F. Ah, kijk eens. De Motorola logo komt al tevoorschijn. Zo. Hup. Nou, hij was in ieder geval heel goed verpakt. Netjes. Nou. Moto X, designed by you, assembled in the USA. Wat staat hier? Hier kan je zien welke versie het is. Nou, hij draait dus 4.22. En even kijken wat de achterkant weergeeft. Nou, er staat niet zoveel bijzonders op. Heel weinig informatie. Nou, laten we maar eens even kijken. Hup. Mooi doosje. Het ziet er goed uit. De Moto X. Zo te zien is hij van AT&T geweest. Hij ziet er netjes uit. Even kijken wat er nog meer in de doos zit. Een adaptertje met twee USB aansluitingen krijg je erbij. Dat was het aparte van deze lader, dat er twee USB aansluitingen op zitten. Nou ja, hij is dus voor Amerika bedoeld. Dan zetten we gewoon iets anders op. USB kabeltje zit erbij. En dan hier zit waarschijnlijk die SIM-tray key. Ja, die zit hierin, de SIM-tray key. Nou, het zit wel netjes verpakt, dat is mooi. Nou, deze dingen. Oh ja, hier zit nog waarschijnlijk een boekje in. Let's get started. Moto X. Leuk. Prachtig. Nou, laten we eens even kijken of er nog iets van sap hierin zit. Nou, eens even kijken. Hij ziet er in ieder geval iets slanker uit dan de Moto G. De Moto G heb ik dus ook gehad en... Die is weer naar zijn nieuwe eigenaar trouwens. Moto G was, vond ik, een heel goed toestel. Een super toestel. Accu duurde heel lang. Mooi vormgegeven, net zoals deze Moto X. En deze Moto X, ja, eigenlijk hetzelfde. Mooi strak vormgeving. Heel erg dun en licht. En hij heeft een kleine boogje erin, zoals dat kan je hier zien. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar hier zit een kleine andere boog dan hierachter. En dat ziet er best wel goed uit, netjes. Hij ligt lekker in de handen. Ah, even de test. Geen wiebelend aan- en uitknopje, dus dat valt weer mee. Hier hebben we een voorcamera. Ik weet even zo niet, 1, 2, 3, wat het is. Hoeveel megapixel of wat dan ook. Ik ga ervan uit dat het 8 en 1.3 is. Het deukje met de Motorola logo erin, een LED flash, de speaker grill, hier zit nog een microfoon voor noise cancelling waarschijnlijk, hier zit ook een microfoon, de speaker grill zit hier, voor de oorgeluid natuurlijk, en ik zie hier ook nog een kleine LED'tje, ik denk dat dit
de notificatieverlichting is, denk ik hoor. Ik heb zelf niets verder bekeken. Nou, laten we even kijken of er iets van prik er doorheen gaat. Ja, dan start hij op. Zo, ik voel hem trillen. Er zit een aardige motor in. Nou, laten we even kijken. Oh ja, deze boetscherm die krijg je in de winter te zien bij de Motorola producten. Dit had ik ook bij de Moto G, dat vond ik wel geinig. Dat hij dus gewoon met een winterlogo opstart. Wel leuk, hebben ze goed gedaan. Nou, eens even kijken, hij is dus Engels. Nou, laat hem maar gelijk in het Nederlands zetten. Oh, Nederlands hebben we niet eens. Haha. Dus dat wordt Engels. Start. Accept. Nou, dit doen we maar straks. Not now. Maybe later. Oké. Okay. Nou, nu zie je weer het 720 AMOLED scherm. Ik weet niet door wie het geleverd wordt. Hij staat op auto, dus ik ga hem iets helderder zetten. Dit is volle helderheid. En ik kan jullie zeggen, dat is best wel fel. Dat ziet er heel goed uit. Hup. En ja, dit gaat lekker vloeiend. Eens even kijken wat er al in zit. About phone. Nou, hij draait Android 4.4. Moto X. En kijk, hij staat op AT&T US. Ik ben benieuwd of dit werkt. Ik heb hem gekocht als unlocked. Dus dit gaan we straks beleven. Dezelfde apps als de Moto G. De Drive zit erin. Motorola Migrate zit erin. De Assist. En ik zie hier nog iets van AT&T, een beetje blootware. Hier weer een beetje van AT&T. Wat hebben we nog meer erin zitten? Nou, dit zijn de standaard apps allemaal van Google. En laten we eens even kijken, wat heb ik hier nog meer? Hup. Even naar de storage kijken. Nou ja, het is dus een 32 gig model. Je ziet 26 gig geeft hij aan. Nou, de rest is waarschijnlijk gebruikt natuurlijk. En zo te zien heeft hij een paar mooie opties. Nou ga ik deze Moto X een week of twee ga ik hem even testen. En dan krijgen jullie van mij natuurlijk weer een uitgebreide review te zien van de Motorola Moto X 32 gig. Voor nu was dit mijn unboxing en first look. En ik hoop jullie weer snel blij te kunnen maken met de uitgebreide review van de Moto X. Tot de volgende keer.